Ja, ja, natuurlijk Fishy weer en vandaag weer een nieuwe, jawel, nieuwe Road to 75 kills hier op MB2. En we gaan vandaag spelen met een andere streak, want ik heb een shoot noob bij me. En dat hebben jullie waarschijnlijk vorig potje al gezien. Ging best wel goed eigenlijk. Maar helaas werden mijn airsupport weggeschoten. Dus wat ik ga doen is gewoon met iets lagere killstreak spelen. Dan speel ik alsnog wel met een Harrier, maar... Ja, die area heeft ook een airstrike en ja, weet ik niet. Oh, we gaan trouwens op Wasteland spelen. Ja, dan moet ik eigenlijk wel met Chopper kunnen spelen. Maar ik speel tegen Veloos. Ja, ik ga toch niet. Ik ga toch met lagere streak spelen. Want die Veloos schiet alles weg. Dus ja, dan heb ik gewoon een probleem. En er zijn er 2 of 3 mensen met cold blooded. Dus ja, dan heeft die Chopper kunnen. Ja, dat heeft wel zin op zich. Maar ik weet het niet. Nou ja, we gaan gewoon proberen. Ik ben de host waarschijnlijk. Denk ik. Of in ieder geval, ik heb een goede connectie staat er. Nou, ik had net niet een goede connectie, dus ik vind het allemaal heel erg raar. Waar zal ik eens met Scav? Ik ga met Scavenger en een Scar spelen. Scar is, kijk, best wel lekker. De YouTubers gaan alweer naar de ene kant en de andere kant. Altijd, altijd knap. En... Oh, turret. Ik zie ze niet. Oké, hij is die dood. Oké, die is ook dood. Yep. Waar dan? Holy fucking god, kan leren. Jongens, even capturen. Ik wil capturen. Oh, dat is een hele mooie. Ik word gekild, denk ik. Ik heb wel die cap. En ik ben gekild. Oh my fucking god. Hey. Stond er eentje. Maar ja, ik moet even die cap pakken. Oké, is handig. Niet dus. Oké, in ieder geval UAV. Ja, maar ik heb geen slide... Oh, ja, ik heb geen sleight of hand. Omdat ik scavenger heb. Zo irritant toch, dit. Teringleier. Even hier een claymortje neerzetten. Echt kut dat ik hier geen sleight of hand nu heb. Maar ja, ik moet een keuze maken tussen scavenger dan. En sleight of hand natuurlijk. En ik denk dat we hier genoeg worden. Ja, hier. Gaan ze een YouTuber naar binnen. One Man Army fucking danger close. En nog trots zijn ook nog, hè, dat je dat haalt. Dat je de kills mee hebt. Ik snap het echt niet. Want na zoveel jaren, toch zou je zeggen, nou... Zou je toch denken van, nou ja, weet je. Wat boeit me nou dat? Is dat een YouTuber? En weer genoetjoept! Nou... Let's go. Even kijken. Oh my god. Ik zag iemand lopen daar. Ja, dat is mooi. Laat hem maar leven even. Oh. Waar ben je? Ik was je kwijt! Oh my god, eentje heeft 8-0, 10-0 met zijn Harrier. Nou, dan gaat hij een chopper kunnen. Nou, dan is hij knap hoor. Kom op jongens, schiet dat ding weg. Dat ding heeft extra kracht namelijk, als je... een Harrier hebt met Danger Close. Kijk, die is zo super sterk. Ik heb geen stinger, hè? Nee, ik heb wel cold blooded. Dat is wel handig. Dan gaan we maar cold blooded gebruiken. Moet wel, hè? Kom maar. Oké, nice. Nou, twee killetjes, ja. Dat is toch altijd handig. Even kijken. Even kijken, ik ga weg hier.
we gaan een Nook tegenkrijgen. Kan niet missen. Want mijn army danger close en dan ga je een Nook tegenkrijgen. Oké, okay, weer eentje. Ah, die gast, jongen. Waar is het? Waar zit die gast? Zo. Wauw, what the fuck? Nou. Kijk of we zitten. Oh, 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 oh! Ah, die gast heeft al een Nook. Die heeft een Nook. Die heeft een Nook. Even kijken. Jezus, mensen! Hup! En we gaan door. Ja. Kut, man. Dit is kut spelen. Als je weet dat één... iemand een Nook of bijna heeft, of hij heeft hem. Waar zit hij? Hij is dood gegaan. Hij is dood gegaan op een 23-streak. Die zal niet zo blij zijn. Hup. Weer een UV'tje. Ja, dat is nice. Even die Predator inzetten. Je weet maar nooit. Het kan nog best wel een beetje redelijk gaan, hoor. Gaat toch... Kut, ja. Gokte op 2. Kut! Leggy! Leg Spike! Godverdomme. Dat is echt kut. Ik moest wel met Cold Blooded gaan spelen vanwege dat... stomme... die noobtubers. Wauw. En wegwezen. God kaleren, dat kan toch niet waar zijn? Alleen maar hitmarkers. In dat geval is deze map wel echt verneukt. Wauw. Wauw. Values met zijn sniper. Word ik ook helemaal takken gek van. Doei. Oh, dat is nice. Dat is ook nice. Ja, dat is niet te doen, man. Aanvallen. Jezus, mensen. Nou, we zijn... Wacht, hier ongeveer. Even kijken. We gaan even flanken. Oh, ik had hitmarker. Jezus, mensen. 28 kills. Ja, het is echt... het is niet anders. Ik kom er niet doorheen, joh. Die gast... Oh. Oh, nee! Hé? Nou, ze spawnen daar. Wat is dat dan weer? Voor een kutspawn. Toch heel erg, hè, zo'n spawn. Ineens daar. Jeetje, mensen. Dat is toch... Daar kun je toch geen rekening mee houden? Daar kun je echt geen rekening mee houden, maar ja. Je bent ook dood. Kut! Laatste paar kogeltjes, zag je het? Oh, ja, het is echt ongelooflijk hoe deze gasten spelen. Zo kut, Campy. Zo verdedigend. En die Hippo heeft 29-6. Die heeft dus eigenlijk 39-6. Oké, okay, ja, hij noetoept natuurlijk weer heel knap iemand. Maar kijk, hij heeft dus gewoon... Hij gaat 1 kill dood voor zijn Nook. En ja, heeft hij nu niks.
Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Wat een figuur dit. Ik zie daar één snipertje daar aan de zijkant. Zie je? Godkeleren zeg. Wat een game. Af en toe hè, dit hè. Dit is echt wel af en toe dat je denkt van jezus. Wie verzint dit soort, soort dingen in de game hè? Waarom wordt het ook niet gepatcht meer hè? Ja, dat kan natuurlijk niet meer, omdat ze gewoon gezeik hebben al natuurlijk met Ik weet niet of daar nog iemand zit. Daar misschien iemand zit. Ik had wel hitmarker. What the fuck? Holy fuck. We kunnen de cap nog pakken. Oké, ik heb de cat nog erbij. Oké, nice. Ja, en dat is onmogelijk. Onmogelijke lobby dit dan. Onmogelijke lobby. Zo jammer. Zo wordt die game wordt zo verneukt, hè, weet je. Hier, ik word ook gewoon bijna MVP, zeg maar. Dat zou ik zo zeggen. Ja, het is echt... Hopeloos lobby dit. Die value is 50 om 40 met zijn snipertje. Values. Tuurlijk moet er een setje in zitten. Ja toch? Hopeloze lobby. Ik heb het nog goed gedaan. Eigenlijk heb ik het nog best wel redelijk gedaan. Ik zou zeggen jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer en bye bye.